Hartelijk welkom bij de jaarlijkse herdenking, de 4 mei herdenking van de gemeente Amstelveen. Bij het monument van de Amstelveense kunstenaar Theo Bennes aan hen die vielen, wat onthuld is op 4 mei 1950. Heeft u een persoonlijke reden om hier te zijn vanavond? Nou ja, uiteraard, want dit is zo verschrikkelijk belangrijk. Dit hoort erbij gewoon en dat moet, het is een plicht eigenlijk. En ook voor ja, degene die dus onze vrijheid bevochten hebben, te eren. Ja, om er toch weer bij stil te staan, ook na al die jaren. En hoe doorgaat. En hoe beleeft u dit? Ik vind het een goed moment. Ja, indrukwekkend. Ook omdat er zoveel mensen zijn. Ja. En wat gaat er door u heen op zo'n avond, op zo'n moment? Nou, ik ben elk jaar weer verbaasd hoeveel mensen er zijn. Hoeveel jonge mensen er ook zijn. Wat ik buitengewoon positief vind. En wij wonen hier sinds een jaar of 15 in Amstelveen. En ik vind het toch wel heel speciaal dat we hier zo'n plek hebben. Om dat, die herdenking te doen. Het is jaren geleden dat de oorlog er was, lang voor jullie tijd, en toch zijn jullie hier. Waarom? Nou, ik vind het belangrijk dat we de mensen herdenken die voor ons onze vrijheid hebben gevochten. Dus dan vind ik dat we erbij moeten zijn. Wat drijft u om vanavond hier te zijn? Om te gedenken, om te herdenken, om het vast te houden dat we vrij zijn. En het is zo belangrijk voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de kinderen die na ons komen, dat we vrij blijven. En om dat te blijven herdenken, zullen we toch altijd weer naar een plek moeten komen waar dat is. En waar je daar even samen, zoals vanavond, daar even aan kunt denken. En ik heb zelf de oorlog niet meegemaakt, maar uit verhalen van mijn ouders, grootouders, blijf je daaraan denken.